Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Kitty en vandaag gaan we weer verder met onze challenge natuurlijk. Mijn vorige video, die was een beetje raar begonnen, maar ik had daar een stukje voor opgenomen om jullie mijn scoresheet te laten zien die ik gebruikte. Maar die was digitaal en ja, ik werk nog altijd het liefst op een papieren versie, dus heb ik die video maar achterwege laten. Want ondertussen heb ik een papieren versie om de score bij te houden. Om bij te houden welke vaardigheden ze allemaal al hebben gedaan. Welke beroepen ze allemaal al hebben gedaan. Nu, we zitten nog maar aan het begin van onze legacy. Hè, want we zitten nu aan aflevering 8, geloof ik. Dus er is nog niet echt superveel gebeurd. Anne Fleur en Brett die wonen nu in een heel mooi huisje. Ze hebben al een klein babydochtertje, Lola, en die ligt daar rustig te slapen. We gaan ook wat meer beginnen tijd te steken in het verwerven van vaardigheden, want het is wel de bedoeling dat we zoveel mogelijk punten op het einde van onze challenge bij elkaar kunnen verdienen. Daar moeten we echt wel tijd in steken. Als ik kijk naar Anne Fleur, dan moet zij vooral de vaardigheid charisma gaan verder ontwikkelen. Want daar heeft ze toch al niveau 4. En misschien ook koken. Omdat ze dat dan toch... Ah ja, en onderzoek en debat. Dat gaan we haar ook verder laten ontwikkelen. Want dat zijn de belangrijkste, denk ik. Charisma en die onderzoek en debat is het belangrijkste voor haar werk. Nu, voor kinderspullen, dat gaan we nog heel eventjes uitstellen. Want we hebben maar 91 simoleons. Dus we gaan nog eventjes wachten tot ze allebei gewerkt hebben. En wat geld hebben binnengebracht. En zolang dat de baby echt nog een baby is, hebben we die ook niet hard nodig. Eens kijken voor de onderzoek- en debatvaardigheid. We kunnen dat met zo'n podiumset doen. Maar ik denk dat zo'n podiumset nog een beetje te duur gaat zijn. Eens kijken waar dat staat. En ik vind het niet meteen terug, dus ik denk dat je dat ergens bij krijgt. Die podiumset. En we kunnen ook een computer gebruiken. Ah, dat is misschien het volgende waar we wel voor kunnen sparen, is een computer. In ieder geval, we gaan haar verder laten werken aan haar vaardigheden van debatteren. Moet ik dat dan hier doen? Ik denk het, hè. Onderzoek en debatvaardigheid. Dus we gaan dat eventjes proberen en kijken of we dan aan die vaardigheid gaan werken. Ja, dat is die vaardigheid. Oké, dan gaan we haar eventjes laten doen. Zolang Lola tevreden is, kan ze dat dus verder doen. En Brett die is nu aan het werk en die komt thuis om 4 uur. Oké, en dan gaan we hem al zeker laten trainen. Oh, het is niet meer sparren. Oké, goed. Keigoed. En dan kunnen we zijn fitnessvaardigheid verder ontwikkelen. En ik denk dat dat dan ook wel bij het trainen gaat horen. Ik hoop het. Ik hoop het echt. En dan kunnen we ook verder aan zijn levensdoel gaan werken. Oké, we gaan eventjes vooruit springen. En Lola is verdrietig. We gaan Anne Fleur eventjes voor Lola laten zorgen. Ze was nogthans heel goed bezig om aan haar debatvaardigheid te werken. Ik denk dat ze al bijna half weg is van het volgende niveau. Dus dat is al goed. Maar voordat we haar verder gaan laten oefenen, gaan we haar toch wat laten eten. Eens kijken wat we nog allemaal hebben in onze koelkast. We hebben nog 2 porties fruitsalade over. Misschien moeten we haar wat meer of iets anders laten maken. Oh, en de baby is nog altijd niet tevreden. Mag de vieze luien verschonen en dan een beetje knuffelen. Zo. En dan gaan we Anne Fleur wat laten koken. Wat gaan we haar laten koken? We kunnen haar wat groentedumplings laten maken. Zo. Beetje knuffelen. Oh, kijk, en ze heeft niveau 2 van de vaardigheid opvoeden bereikt. Ik weet niet tot hoever dat gaat opvoeden. Gaat dat tot level 10? Zet er ook nergens bij, hè, wat het maximum level is van de vaardigheden. Want ik denk niet dat ze allemaal tot level 10 gaan. Ofwel. Dan laat je het mij maar weten in de comments hier beneden. En dan gaan we lekker groentedumplings maken.
Ah ja, ze zit toch nog niet in de helft. 38% voltooid van de onderzoek- en debatvaardigheid. Het gaat ook zo traag vooruit. Ik heb al de kaveleigenschappen veranderd. Net voordat ik begon. En ik heb er vooral voor gekozen dat Brett zijn fitnessvaardigheid gemakkelijk naar boven zou kunnen brengen. Dus dat al vooral. En ook het lezen gemakkelijk ging. En dan de derde was een vast item dat ging over de oceaan. Maar ik ben alweer vergeten waarover het gaat. En ik was ook van plan om er een nieuwe mod in te steken in het spel. Om het net iets leuker te maken, iets echter. En ik dacht, hoe noemt hij nu weer al? De CC Command mod. In ieder geval dat de Sims natuurlijk zwanger worden. Dus niet dat je dan kindje proberen te maken met moet kiezen, maar dat dat dan eigenlijk automatisch gebeurt. En dat vind ik eigenlijk wel leuker in plaats van het allemaal te plannen, dat het dan zo een beetje een verrassing is. Zo, neem maar een portie. Wat denken jullie daar eigenlijk van, mocht ik die mod gebruiken? Want normaal gezien mag je geen mods gebruiken bij deze challenge. Maar het leek me eigenlijk wel leuk om te doen. Nu, ik ga sowieso een paar afleveringen naar elkaar opnemen vandaag. Dus als jullie dan reageren op die comments, op die mod, vrees er dan niet voor, dan gaat het waarschijnlijk een paar afleveringen later wel aan bod komen. Oké, en Brett is terug thuis van zijn werk. Daar is hij. We gaan hem ook een beetje laten eten, want hij heeft best wel honger. En wat is dat hier op de grond? Is dat zand dat er doorkomt? Kijk, dat zijn toch voeten? Werkt die vloer nu niet samen met Sulani? Kijk, grappig. Wacht, daar ga ik een foto van nemen. Kan ik het aan Rosie laten zien van Sims Netwerk? Kijk. Voetafdrukken. Best wel grappig. Ja, op die andere vloer heeft ze dat niet. Enkel op die vloer van Sims Netwerk. Oké. Goed, en als zij hebben gedaan met eten, ga ik hun laten verder werken aan hun vaardigheden. En hier komen de buren weer maar eens. Extra eten. Oké, die brengen weer eten. Nu brengen ze die... wat hebben ze bij eigenlijk? Ja, nu heeft zij het weggestoken. Ik heb het niet gezien. Maar ze hebben in ieder geval iets bij. Goed, we gingen Brett ondertussen wat laten trainen. Zo. En dan Anne Fleur. Ja, die is plezier aan het maken. Maar ik wil eigenlijk het liefst dat jij nog eventjes aan je debatvaardigheid verder werkt. Zo. Zolang Lola blij is, gaan we dat doen. Zo, vuile borden weg. En hier staan mijn buren dan. Mooi voor de deur. Eens kijken, welk niveau heeft Brett voor fitness? 5 en hij moet niveau 6 behalen. En ondertussen is hij ook zijn dagelijkse taak aan het doen. Dus dat zijn 2 vliegen in 1 klap. Beter kunnen we het niet hebben. Oké, ik ga eventjes doorspoelen. En Brett die vond het blijkbaar al genoeg het trainen. Dus die is nu een boek hier aan het lezen. Dat is ook goed, want dat is een doel dat hij moet bereiken voor zijn levensdoel. Hij moet 3 boeken uitlezen, dus maakt dan iets minder uit. Maar ik had toch wel graag... Moet hij morgen werken trouwens? Het is donderdag, ik denk het wel, hè? Ja, op vrijdag moet hij ook werken. Ik had toch trouwens graag gehad dat hij op zijn minst een dagelijkse taak al goed had. En dat hij een volgend niveau zou halen. Maar het is nog wel een eindje vooraleer hij dat heeft voltooid. Anne Fleur die gaat wel. Die is al goed op weg. Zij heeft ondertussen al hoeveel procent? 57%. Oké, het is nog maar net over de helft. Als ze dat heeft bereikt, dan kan ik haar eventueel nog haar huiswerkopdrachten laten nakijken. En dan hopelijk heeft zij dan de volgende dag een promotie. We gaan nog eens eventjes verder spoelen. Oh, en de baby is weer aan het wenen. Had Brett nu net een boek uit? Yes!
Yes, keigoed. Oké, okay. Geef maar een flesje aan Lola. Aangezien jij geen borstvoeding kan geven. Beetje stuiteren. Kun je nog iets doen? Beetje wiegen. We gaan Lola ook trouwens pas laten groot worden als we de melding krijgen dat ze mag opgroeien. Dat lijkt me wel zo leuk. We kunnen misschien nog een mooie foto nemen van Bert en Lola, want dat hebben we nog niet. Oh, kijk hoe mooi. Schattig toch. Ik ben wel benieuwd welke eigenschappen Lola gaat hebben. Als peuter. We gaan daarvoor een soort generator gebruiken, denk ik. Daar moet ik nog wel eens een keertje naar op zoek gaan online. Maar ik denk dat op de website van de Legacy Challenge, dat daar ook wel generators op staan. Daar ga ik eerst een keer een kijkje nemen. Want ik denk niet dat we dat zelf mogen kiezen. Jammer genoeg, want anders konden we het een beetje manipuleren, het spel natuurlijk. Hè? Oh ja, Brett, ga jij maar pipi doen. Zo. En dan gaan we jou toch nog heel eventjes laten trainen, Norman. Trainen tot het uiterste. Ja, train maar tot het uiterste. Oké, Anne-Fleur. Oh, Anne-Fleur is echt wel dood op. Kom, gaat maar eerst een vieze luier verschonen. Zouden we haar eerst laten slapen dan? Misschien moeten we haar eerst laten slapen. Te nog voeden? Nee, dat is allemaal in orde. Oké, gaat dan maar eerst slapen. En dan hopelijk is ze morgen vroeg wat op tijd wakker en kunnen we haar nog eventjes verder laten doen. Oké, en Brett, die is hier aan het trainen. Kom aan, Brett. Kom aan. Is je dat versneld? Oh, en Lola is bijna jarig. Amai, nu al. Oh, dat gaat vlug. Ik heb het al op normaal staan, hè. Ik vind dat het nu zo vlug gaat. Spelopties. Eens kijken. Gameplay. Levensduur, normaal. Goh. We gaan dat nooit binnen de 10 generaties allemaal gedaan krijgen, vrees ik. Ik heb me al voorgenomen dat ik dat misschien wel een paar generaties zou verder spelen, om het echt helemaal gedaan te hebben. Want die regels zijn trouwens opgemaakt toen er nog niet zoveel uitbreidingen waren. En ondertussen zijn er wel een heel pak uitbreidingen bijgekomen. Een heleboel carrières zijn erbij gekomen, vaardigheden zijn erbij gekomen. Dus ja, ik weet niet of het wel haalbaar is binnen de 10 generaties. Maar we gaan zien. We gaan kijken hoeveel punten wij uiteindelijk gaan kunnen bij elkaar sprokkelen. En het maximum aantal punten... Oei. Brett, oh, garme. Het maximum aantal punten is trouwens 100. Dus ja. Ja, jij mag stoppen nou. Jij mag stoppen. Ga maar eerst douchen en dan ga ik jou ook laten slapen. En dan hopelijk ben jij morgen vroeg ook iets vlugger wakker. Maar ik vrees ervoor. Voor jouw fitness omhoog te krikken nog. We zitten nog maar op 59%. Ja, dan heeft zij toch minstens nog een uur of twee, denk ik, voor nodig. Maar hier, dat gaat al een stukje goed vooruit. Zijn levensdoel. Ik weet niet of je ergens kan zien. Oh, de beloningenmarkt. Oh, wacht. Hier moeten we natuurlijk ook wel drankjes van verzamelen. We moeten het jeugddrankje verzamelen, hè. Zoveel mogelijk moeten we op onze kavel kunnen verstoppen. Dus dat moeten we ook nog ergens zien te doen. En deze drankjes, denk ik niet, hè. Ik weet het eigenlijk al niet meer. Ik kan het zo dadelijk wel eens opzoeken. Ah ja, dat zijn ze dus wel, die drankjes. We moeten van elk eentje kunnen bewaren op onze kavel. Oké, ik heb ook de impulsen terug aangezet, want ik had het blijkbaar uitgezet. Maar zo kunnen we toch wel extra van die impulspuntjes verdienen. Hoe heet dat eigenlijk? Hoe heet dat eigenlijk? Waar staat dat? Stond dat niet bij vaardigheden? Ah, nee, hier. Beloningenmarkt. Dus de punten voor de beloningenmarkt. Dan kunnen we hier wel dingetjes uithalen. Ik denk dat we eerst al voor die Insta-verjongingsdrankje of zoiets gaan. Want dat is het toch wel het duurste. En ik wacht, zoveel moeten we daarvan verzamelen? Het is echt wel heel veel. Even in mijn papieren kijken. Goh, tot 20 drankjes. Dat is echt keiveel. Maar als we al van elk eentje van die goedkopere drankjes op onze kavel op kunnen bewaren, dan zijn we toch al een heel eind verder.
Ik moet wel zeggen dat wij een superbrave baby hebben. Die huilt bijna nooit. Enkel als die honger heeft. Of een vuile luier. Maar voor de rest horen we die niet. Dat is keileuk. Want anders worden de simmetjes 's nachts ook altijd wakker, gebruld door de baby. Oh, kijk, hier staat dat eten van onze buren nog. Oké, laten we dat dan maar weggooien. Dus ja, daar ben ik wel blij mee, want nu hebben ze een hele nacht kunnen doorslapen. Alleen Brett is nog niet helemaal uitgeslapen. Maar we gaan hem nog eventjes laten trainen of een duurloopje doen. Maar is het wel een training als je niet zit? We zullen duurloop nemen. En dan hopen dat hij dat dan nog haalt voordat hij naar het werk moet vertrekken. Hij begint om 8 uur en het is nu 20 over 5. Oké. We zullen zien. We zullen zien hoe ver hij geraakt op die tijd. En Anne-Fleur moet vandaag ook gaan werken. Zij begint ook om 8 uur. We gaan haar toch nog proberen... Oh, maar kijk, alles staat een beetje laag, hè? Alles staat een beetje laag. Oké, misschien moet je een vieze luier verschonen. Ik zie dat Lola ziet. En dan, straks als ze gedaan hebben met het werk, kunnen we misschien wel een verjaardagsfeestje voor Lola organiseren. Oh, Lola is net goede vrienden geworden met Anne-Fleur. Oh. Oké, en Brett die is goed op weg. Oké, Anne-Fleur, nu mag jij hier nog eventjes debatteren oefenen. We gaan een beetje versnellen. Jullie hebben nog 2 uur. Eens kijken hoe ver we geraken op die 2 uur. Ik denk dat ze op het werk ook wel naar het toilet kan gaan en iets kan eten. Dus daar gaan we eventjes niet naar kijken. En haalt Brett het? Ja, zij mag zo direct naar haar werk gaan. En Brett ook. Zo. En haalt het. Ja, Brett heeft het gehaald. Keigoed. Dan mag je eventjes stoppen. Lees maar eventjes een boekje. Maakt niet uit welk. En Anne-Fleur. Ze is eigenlijk ook wel goed op weg. Hè? Ze gaat wel haar dagelijkse taak niet meer kunnen doen. Maar hopelijk haalt ze wel het volgende niveau. Oh, ik hoop het. Nee, ze gaat niet halen. Oh, kom aan. Oh. Hoe jammer is dat? Oké, Brett gaat naar zijn werk. Gaan we Anne-Fleur niet gewoon eventjes laten verder doen? Kom aan, Anne-Fleur. Kom aan. Ja, oké. Ga nu maar naar werk. We zijn wel een half uur te laat, maar... Zo, tot strakjes. Oh, kijk. Ze moet ook dringend pipi doen. Maar je kan op je werk gaan plassen. Vooruit, Anne-Fleur. En Brett is ook bijna jarig. Oké, misschien kunnen we dan het feestje van Brett en Lola samen doen. En Anne-Fleur is weer thuis. En heeft ze iets verdiend? 448 simoleons. En Brett heeft ook geld verdiend. Maar hebben ze geen opslag gekregen? Oh, dan gaat het voor de volgende keer zijn. Oké, laten we nu maar eerst... Hier moeten ze momenteel niks voor doen. Hè? Ja, huiswerkopdrachten nakijken, maar voor de rest niks. Beetje plezier beleven, hygiëne. Oké, we gaan naar... Hoe is het met de baby eigenlijk? De baby nog alles oké? Ja, dan gaan we haar laten douchen. En Brett, die mag dan wat eten. Laat maar klikjes pakken. Wat moet hij voor zijn werk doen? Enkel trainen, hè? Oké, goed. Maar het is weekend. Oh, dat wil zeggen dat we dat allemaal deze avond niet moeten doen. Oh, we kunnen er echt een feestweekendje van maken. Omdat Brett jarig is. Lola gaat opgroeien. We gaan een feestje organiseren. Ja, dat gaan we doen. Oké, Brett gaan we vandaag niks meer laten doen. Oh ja, in struik. Ah, oh, dan wil hij... Wacht, misschien moeten we dat laten doen. Oh ja, in struik. En dan is hun plezier direct een stukje groener, hè? Kom, ga maar eventjes oh ja doen in struik. En dan gaan we Brett laten slapen. En dan gaan we Anne-Fleur iets laten eten. En dan misschien een beetje met Lola knuffelen of zo. Dat is eigenlijk wel mooi, hè? Die hartjes rond die struik. En dat vuurwerk. Zo.
Die kan Brett gaan slapen. En dan Anne Fleur. Die kan dan eventjes iets eten. Oh, ze dacht zelfs iets te maken. Snelle maaltijd eten. Nee. Geen snelle maaltijd. Pak maar een portie. En dan als Lola groter wordt, moeten we natuurlijk ook wel een extra kamertje, denk ik, aan ons huis bij aan bouwen. Zodat Lola in haar eigen kamertje kan slapen. En dan Nilo. Vraagt zich af of je even gezellig bij hem thuis langs wil komen. Nee, ik denk het niet aan Nilo. Niet vandaag. Niet vandaag. Maar goed, ik ga deze aflevering hier afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. En de volgende aflevering gaat echt een feestje worden. Want dan gaan we Brett zijn verjaardag vieren. En waarom staat Brett aan? Wacht, de radio staat aan. Dan gaan we Brett zijn verjaardag vieren. We gaan Lola laten opgroeien. En ja, wat gaan we het volgende weekend doen? Ik zie er al naar uit. Ik hoop jullie ook. Als jullie het leuk vonden, geef dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's online plaats. En dan zie ik jullie in mijn volgende aflevering. Doei!